Welkom bij deel 2 van het Saxion Open Mino College. Mede namens mede-organisatoren Roel Rietberg van de Mino Algemene Ontwikkeling en Lars Lanke en Monique Engelberting van de Mino Spirit. Ik ben Saskia Zwolle en ik doe Team Generale, publieke programma's van de hogeschool. En vandaag heb ik de vrolijke eer samen met Roel om het gesprek, de Q&A, via de chat te modereren. De huishoudelijke mededeling, microfoons graag uit en vragen via de chat. We gaan het hebben over de consequenties die identiteitsdenken kan hebben op de samenleving, ten goede en ten kwade. Maar dat is een kwestie van smaak. We hebben twee bekende sprekers uitgenodigd die allebei over dit onderwerp publiceren. Dat is Elma Draaier en Zini Özdil. Ik zal ze hier allebei kort voor jullie introduceren. Elma studeerde Nederlands aan de VU in Amsterdam. Ze leeft van haar pen als auteur, columnist en redacteur. Ze schrijft voor de Volkskrant. Haar boek over identiteitspolitiek uit 2019 draagt de titel Witte Schuld. En over dit boek zal ze jullie de komende 15 minuten bijpraten, maar niet eerder dan nadat ik Zini heb geïntroduceerd. Zini studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Waar hij ook een tijdje docent was. Hij is columnist voor het NRC Handelsblad. Hij was tot een jaar geleden Tweede Kamerlid van GroenLinks. En werkt momenteel aan een boek over zijn ervaringen in de Tweede Kamer. In 2015 schreef hij wat hij noemt een pamflet getiteld Nederland, mijn vaderland. En dan geef ik nu graag het woord aan Elma. Ja, hartelijk dank. Een hele eer om hier een praatje te houden. En het is voor het eerst dat ik zo'n praatje hou via een webinar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ik heb de uitslag van de poll nog niet gezien. Misschien jullie wel, maar ik zie hem nu niet. Weet jij die, Saskia? Volgens mij was de uitslag van de poll 50-50, als ik het goed heb. Ah, 50-50. Nou, dat is helemaal mooi. Want dat betekent dat het een onderwerp is dat in elk geval de meningen verdeelt. Ik ga het hebben over identiteitspolitiek. En wat ik er precies onder versta, daar kom ik zo direct op. Er is een Britse socioloog, Frank Furedi, en die mag er graag op wijzen dat postmoderne cultuurverschijnselen, maar ook popmuziek en noem maar op, dat het altijd begint in California, in de Verenigde Staten, dan overslaat naar de Oostkust, dus bij New Yorkers, et cetera, dan een grote sprong maakt over de oceaan naar Engeland en dan uiteindelijk bij ons in Europa terechtkomt. Nou, of die helemaal gelijk heeft, weet ik niet, maar in dit geval, als het gaat om identiteitspolitiek, heeft hij daar zeker gelijk in. Het begon allemaal aan de westkust van Amerika en nu is het bij ons. Wat is identiteitspolitiek? De simpelste, nou, het is nogal een ingewikkeld begrip, ik vind het ook een heel lelijk woord. Het is een letterlijke vertaling van identity politics en het betekent zoveel als de overtuiging, dat kenmerken waar je niks aan kunt doen, waar je mee in je wieg lag, dus de kleur van je huid, je geslacht, hè, dus of je een jongetje of een meisje bent, en je seksuele geaardheid, dat die bepalend zijn voor hoe je in het leven staat. En daar bovenop komt nog de overtuiging dat de blik van de ander, dat bepaalt wie jij in wezen bent. En dan denk je, nou ja, dat kan het schelen, maar dat heeft hele diepgaande consequenties. Want de redenering is dan zo, hoe meer jij door je aangeboren kenmerken hoort tot een van de achtergestelde of gediscrimineerde groepen, hoe zwaarder je het in het leven hebt. Dat heet kruispuntdenken. Om een klein voorbeeld te geven, zoals jullie zien ben ik een vrouw en ik ben wit en ik ben oud en ik ben, ik heb een goede opleiding gehad. Dat betekent dat ik allerlei voorrechten heb, behalve nou dat oud. In deze samenleving is het niet zo handig om oud te zijn. Dan tel je al snel niet meer mee, althans die klachten hoor je altijd. En je hebt hier nog een piepklein nadeeltje als je vrouw bent. Dat is in Nederland een inimini nadeeltje. Maar voor de rest ben ik dus een ontzettend geprivilegeerd iemand.
Ben je nou vrouw en van kleur, dan heb je al twee nadelen. Ben je nou bijvoorbeeld vrouw en van kleur en je bent ook nog LHBT'er of hoe je dat ook wilt noemen, dan heb je driedubbele nadelen. En dan zak je, zal ik maar zeggen, steeds verder in de piramide. Helemaal bovenaan staat de witte man. De witte man heeft bijna geen nadelen. Dat is niet mijn redenering, maar dat is de redenering van mensen die identiteitspolitiek bedrijven. Nou, dit gedachtegoed dat is over is komen waaien uit de Verenigde Staten. Dat spoelde zo'n 5-6 jaar geleden aan in Nederland. In het kielzog van de Zwarte Piet discussie. Die we ook maar even laten rusten. Maar dat daarachter, achter die hele Zwarte Piet debat. En achter de mensen die zich daar zo sterk voor maken. Daar zit dit gedachtegoed. En dan denk je, nou, dat is toch maar een klein groepje geweest, activisten. Dat is ook zo, maar hun invloed is enorm. Bijvoorbeeld op ons taalgebruik. Tegenwoordig bij de grote kranten zul je niet meer lezen blank, maar alleen nog maar wit. Je mag dus niet meer blank zeggen. En bij de NOS ook niet meer. Luister maar naar het journaal, je hoort niet meer blank, maar je hoort wit. Het heeft grote invloed op de musea. De term Gouden Eeuw is in de ban gedaan, want die eeuw was dan niet zo gauw van goud voor heel veel mensen. Wat is het de gedachte? Nou, klagen over de talkshowtafels, dat daar alleen maar witte oude mannen aan tafel zitten, is heel normaal geworden. En dit gedachtegoed drong ook door tot het onderwijs, ook tot het hoger onderwijs. Nu weet ik natuurlijk niet hoe het bij jullie is. Maar elders is het in elk geval zo dat studenten bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat die kanon wordt aangepast. Die is nu veel te wit en te westers. En ze pleiten dus voor meer aandacht voor nou, bijvoorbeeld slavernij, voor het verleden of andere zwarte kanten van de geschiedenis. Want zij beweren dat we daar veel te weinig aandacht voor hebben. De literatuurwetenschap moet anders, veel meer aandacht voor mensen van kleur. Studenten eisen safe space op, een veilige ruimte. En daarmee bedoelen ze niet zozeer een letterlijk veilige ruimte, maar zij willen het recht hebben om niet gekwetst te worden. Dus zij willen geen meningen horen die naar hun idee niet kunnen. En dat heet dan weer deplatforming, namelijk dat je geen platform mag bieden aan mensen die meningen verkondigen waar jij het niet mee eens bent. Nou, je snapt wel, in een academische omgeving is dat dan behoorlijk mal, zou ik zeggen. Nou, nu is één centraal begrip bij dat hele, in dat hele identiteitspolitieke denken is institutioneel racisme. Ook weer zo'n verschrikkelijke term, ook een letterlijke vertaling uit Engels. En ook heel verwarrend, want je denkt meteen dat het iets heel anders betekent, maar het betekent dit. In Nederland heb je natuurlijk niet bij de wet racisme, dat is verboden, we zijn voor de wet allemaal gelijk, maar de gedachte is dan dat racisme heel diep in onze cultuur zit en is doorgedrongen in al onze gedragingen. Onbewust of bewust gedraagt iedereen die wit is zich geprivilegieerd. Die maakt gebruik van zijn witte privilege. Dat is het idee. En iedereen die beweert, nou dat doe ik niet hoor, ik ben kleurenblind en dat doet er mij helemaal niet toe wat voor kleurhuid iemand heeft of wat dan ook. Die ligt, die weet nog niet dat hij dat eigenlijk wel doet. Wij doen eigenlijk allemaal aan etnisch profileren, dat is de boodschap. Nou, ik vind dat onzin en ik vind het ook nog gevaarlijke onzin. En ik zal jullie proberen uit te leggen waarom. Het klinkt ons allemaal vast in die gegeven kenmerken. Hè? Je kunt er bijna niet onderuit dat je samenvalt met een van die kenmerken. En als jij zegt, nee, maar ik wil dat niet. Nou, dat mag helemaal niet. Want als je bijvoorbeeld als jongen en met een Turkse achtergrond carrière maakt in een witte wereld, dan heet het dat jij een bounty bent. Dan ben je bruin van buiten, wit van binnen. Dus dan ben je een beetje een hypocriet. Dan lik je je in de witte wereld. Ik geef maar een voorbeeld. Dit ontzegt mensen natuurlijk het recht om een individu te zijn. En ik hou nogal erg van individu, het individu. Ik vind zelf etiketten, die plak je op flesjes, maar niet op mensen. Althans, dat zou je niet moeten doen. Dat zou een taboe moeten zijn. Mensen zijn immers zoveel meer dan hun huidskleur of hun seksuele geaardheid of hun seksen.
hebben natuurlijk allemaal een identiteit, maar die is fluïde, heel complex. De ene keer ben je dit, de andere keer ben je dat een beetje. En dat alles bij elkaar maakt jou tot een uniek mens. En die identiteitspolitiek, die ontzegt je dat recht eigenlijk om een individu te zijn. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Hè? Iemand als de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King in de jaren 60. Die zei nog, het gaat mij erom dat ik op een dag in een land woon waar mijn kinderen niet beoordeeld worden op de kleur van hun huid, maar op hun karakter. Maar dat doen natuurlijk identiteitsdenkers wellicht met de beste bedoelingen. Natuurlijk wel. Dat ze juist niet kijken naar wat je doet en wat je zegt en wie je wil zijn, maar dat je alleen maar je richt op die kenmerken. Nou, even een misverstand uit de wereld. Misschien denken jullie wel dat ik wil beweren dat er geen racisme bestaat. Natuurlijk bestaat racisme, ook in Nederland. Zakka en Charmaine, die wonen niet in de concertgebouwbuurt of in de Goudkust. En ze hebben meestal een te laag schooladvies, geheel ten onrechte. En ze maken op straat mee dat ze vaker worden aangehouden. En hun sollicitatiebrieven belanden wellicht onder op de stapel of rechtstreeks in de prullenmand, omdat ze de verkeerde achternaam hebben. Dat zijn allemaal hele nare dingen. En het zal ook gerust heel vervelend zijn als mensen tegen jou zeggen vanwege je achternaam: goh, wat spreek je toch goed Nederlands, terwijl je hier al je hele leven woont. Maar los je dat soort problemen op en krijg je deze verschijnselen de wereld uit door te roepen dat heel Nederland bestaat uit witte racisten. Dat institutioneel racisme epidemisch is. Nee, natuurlijk. Dat los je alleen maar op door gewoon naar de rechter te stappen als de wet wordt overtreden. De wet waarin staat dat je niet mag discrimineren. En dat kun je alleen maar bestrijden door elkaar er voortdurend op aan te spreken, er voortdurend over te hebben als je dit soort dingen signaleert. Kortom, het moet gaan om kleurenblindheid. En kleurenblindheid is nou net het concept dat activisten zo bestrijden, waarvan zij zeggen, ja, dat is onzin. Ik denk, het is geen onzin, het is zoiets als de wereldvrede, die zal ook nooit komen, maar je moet er wel naar streven. Dat zou echt ons streven moeten zijn, dat we leren om elkaar te beoordelen op wat we doen, wat we zeggen en wat we willen. En onze daden en niet op kenmerken. Want als je maar blijft tamboureren op groepskenmerken, dan houd je de ellende alleen maar in stand. Dan blijven slachtoffers altijd slachtoffers en daders altijd daders. En nou, ik weet niet hoe jullie erover denken, het is wel een heel overzichtelijk scenario, maar wie helpt wie daar nou mee vooruit? Dit was mijn praatje. En dan wil ik jullie, nou, ik geloof dat er zo nog wat verhelderende vragen gesteld kunnen worden eventueel. Als het niet zo is, is het ook best natuurlijk. Maar ik wil jullie één vraag meegeven en dan kunnen we het dan over hebben als Zini ook aan het woord is geweest. Denk jij dat een kleurenblinde samenleving mogelijk is? Dank je wel. Dank je, Elma. Ik vraag aan Sjoerd of hij de uitslag van de poll even wil bewaren. We gaan deze vraag straks nadat Zini zijn verhaal heeft gehouden, meenemen in het gesprek tussen jullie en met het publiek. Mag ik dan nu vragen of er nog verhelderende vragen zijn voor Elma? Vragen die je nu nodig hebt voor straks. Ik zie dat Monique zegt, helder verhaal, Elma. Ik stel voor dat we nu naar de poll van, dat we nu naar het verhaal van Zini gaan. Zini, ben je in beeld? Ben je aanwezig?
Ik hoor nog geen Sini. Ja. Hallo? Hallo. Graag het woord aan jou. Ik ga in tegenstelling tot Elma een pleidooi houden voor identiteitspolitiek. Een heel sterk pleidooi zelfs. Maar voordat ik dat kan uitleggen, is het misschien handig dat we eerst gaan praten over wat het nou eigenlijk is. Wat is identiteit? Laten we daarmee beginnen. In mijn boekje, waar Saskia naar verwees, nog steeds te koop trouwens, heb ik een aantal belangrijke denkers, filosofen en ook biologen geciteerd over identiteit. Het schijnt dus zo te zijn dat wij mensen, sinds dat we in grotten wonen, aan identiteitspolitiek doen. Aan wat wij identiteitspolitiek noemen. Want identiteiten die ontstaan, altijd door eerst te gaan definiëren wie er niet bij horen. Dus vroeger, toen we in de grotten leefden, was het op tribaal niveau. Dus dan definieerde je een groep mensen in een andere stam als de ander. Waardoor je zelf een identiteit kreeg. Toen ik Rotterdam-Zuid opgroeide, deden we dat elk weekend. Onze identiteit vormgeven door eerst te gaan bepalen wie er niet bij horen. Dat waren die Ajaxiden. Daar hadden we ook nog wel wat zwaardere woorden voor. En als je kijkt op landelijk niveau, hoe landen werken, ja, wie hoort wel bij de natie en wie niet. Dus lang verhaal kort, als we ervan uitgaan dat identiteit bij mensen hoort, dat is hoe wij onszelf vormgeven, dan kunnen we eigenlijk niet aan identiteitspolitiek ontsnappen. Nou, dan is de volgende vraag. Identiteitspolitiek als zodanig, kunnen we daarover praten? Ik ben het dus niet helemaal eens met Elma, in de zin van dat er maar één soort identiteitspolitiek zou zijn. Ik ben juist een heel groot voorstander van een bepaald type identiteitspolitiek die zegt, wij gaan mensen niet meer in minderwaardige hokjes zetten als ze bijvoorbeeld onderdeel van ons land zijn. Vandaar de titel Nederland mijn vaderland. Mijn pleidooi is, laten wij, vandaar ook mijn vraag aan het begin, is Zini Özdil een Nederlandse naam? Heel veel mensen zullen tegenwoordig nee zeggen, dat is begrijpelijk. Ook mensen met mijn afkomst. Terwijl het eigenlijk heel raar is. Mijn opa kwam hier 60 jaar geleden naartoe. Ik ben een Nederlander. Mijn toekomst is hier. Mijn naam is net zo'n Nederlandse naam als Sørensen, Wilders of De Vries of Draaier. Alleen, er is een bepaald mechanisme aan de hand in Nederland waardoor mensen zoals ik, of althans die er zo uitzien als ik, niet als volwaardige Nederlander worden gezien als puntje bij paaltje komt. En dan heb ik het niet alleen over discriminatie op arbeidsmarkt, wat we al heel lang weten dat dat bestaat. Ik heb het ook over bijvoorbeeld jonge mensen van Turkse afkomst, bijvoorbeeld, die hier zijn geboren en getogen. 18 jaar, die beginnen te studeren aan de universiteit. Die letterlijk zeggen, dit is mijn land niet. Ik maak mijn studie af en ik ga terug naar Turkije, terwijl ze hier zijn geboren. Dus dat zijn allemaal vormen van identiteitspolitiek die mensen verdelen. Terwijl je ook kan zeggen, laten we dus eerst met z'n allen gaan begrijpen dat iedereen in het land, in ieder geval iedereen die Nederlander is, onderdeel is van het land. Dus dan maakt het niet uit wat de mening van iemand is, hoe iemand eruit ziet, gelovig of niet gelovig. Als we die discussie eenmaal achter ons kunnen laten, ik hoop dat het ooit gebeurt, dan kunnen we denk ik gaan praten over de inhoud. Ook wat Elma net zei, ik was het heel erg eens met haar kritiek op ja, die mensen die een bepaald type identiteitspolitiek bezig, die inderdaad letterlijk zeggen, nou, alle witte mensen en met name witte mannen, die kunnen eigenlijk helemaal niks goeds doen. Ja, dat is eigenlijk een anti-wit racisme waarmee je probeert antiracistisch te zijn. Dat is eigenlijk heel hypocriet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen legitiem punt is. Elma bagatelliseert het wel een beetje. Ze zei van, het is natuurlijk niet leuk als je vanwege je achternaam misschien geen baan krijgt. Of je krijgt vervelende vragen. Nou, dat is nog het minste. Ik bedoel, als jullie het nieuws hebben gevolgd de afgelopen tijd. We hebben hier te maken in Nederland met een overheid, de Belastingdienst in dit geval. Die jarenlang, willens en wetens, mensen met een tweede nationaliteit, dus op afkomst, keihard heeft gepakt. Illegaal. Hun toeslag heeft teruggevorderd. Hun levens heeft verwoest. Dat is gebeurd in Nederland. En niet 100 jaar geleden, maar nu. En dan vind ik het, wel belangrijk om ook institutioneel racisme te kunnen benoemen wanneer het echt aan de hand is. Dus dat is inderdaad niet, nou, als een wit iemand iets raar zegt, dan is het meteen een racist. Ik ben het eens met Elma, maar om nou te zeggen dat institutioneel racisme niet bestaat in Nederland, gaat mij een stap te ver.
Nou goed, jullie vragen je misschien af, nou, wat is dan de oplossing tegen identiteitspolitiek? Nou, mijn oplossing is dus een nieuwe, inclusieve vorm van identiteitspolitiek. Eigenlijk een soort nationalisme. Ik vind mezelf de grootste nationalist van Nederland. In lijn met wat prinses Maxima zei in 2007. Ze zei toen, ja, jullie zijn misschien nog te jong om dat te herinneren. Toen was ze nog prinses en toen gaf ze een speech. En toen zei Maxima, de Nederlander bestaat niet. Nou, het land was te klein. Ze werd van links tot rechts, vooral door rechts trouwens, helemaal kapot gemaakt. Alle rechtse politici die vielen over elkaar heen om haar te veroordelen. Hoe kan je dat nou zeggen? Terwijl de volgende zin van Maxima was, juist onze verschillen en onze verscheidenheid maken van ons een eenheid. Juist omdat de Nederlander niet bestaat, bestaat de Nederlander uiteindelijk wel. Voorbeeld, ik kom uit Rotterdam. En geloof mij, of je nou wit of zwart bent, elke Rotterdammer die gaat een cultuurschok hebben als hij naar Emmen gaat. Ik bedoel, of vergelijk Maastricht eens met Staphorst. Ik bedoel, binnen Nederland zijn er ook zoveel verschillende identiteiten, verschillen op allerlei niveaus, cultureel, noem het maar op. Dat betekent niet dat we niet een eenheid kunnen zijn. Dat is mijn nationalisme, een inclusief nationalisme. Dat als we eenmaal begrijpen dat Draaier een net zo Nederlandse naam is als Eusdeel, dat iedereen moet dat begrijpen, dan kunnen we met elkaar aan de slag om echt de problemen op te lossen. En dan hebben we een mooie, inclusieve, goede identiteitspolitiek. Dit was eigenlijk mijn praatje tot nu toe. Ik kijk ook naar uit om straks te gaan discussiëren hierover. En ik ben ook benieuwd eigenlijk naar de mening van de studenten. Oké, dank je, Zini. Elma, zou jij als eerste kunnen reageren op het pleidooi van Zini voor het nieuwe Nederlands burgerschap? Of hoe noemde je het? Nationalisme. Nationalisme, ja. Hoe verhoudt zich dat tot jouw verhaal? Je moet je geluid... Ik vind het altijd ingewikkeld met het nationalisme. Want dat is een mooi voorbeeld ook van identiteit. Hè? Ik voel mij Nederlander als ik in België ben. Want ja, hoe meer mensen op je lijken, hoe meer je ook ontdekt. Hey, er zitten hele grappige verschillen tussen Vlamingen en Nederlander. Dan voel ik me ineens Nederlander. En ik voel me in Nederlander in Italië. Maar hier in Nederland voel ik me... Ja, wat voel ik me eigenlijk? Ik voel me gewoon misschien een Amsterdammer. Anders dan Zini kom ik niet uit Rotterdam. En als ik in Amerika ben, dan voel ik me Europeaan. Dan voel je aan alles, ik ben een Europeaan. Dus ik, ik weet, dat vind ik nou een mooi voorbeeld van hoe fluïde identiteit is en hoe het kan verschillen en veranderen. Het tweede waar ik aan moet denken toen ik Zini hoorde, ik gebruik het ook in mijn boek. Zini heeft zijn boek omhoog gehouden, doe ik het ook. Ik schrijf over Zini in mijn boek ook. Want hij pleit enorm dan voor een soort hippige invulling van identiteitspolitiek. Maar het grappige is, het ideaal dat ik schets van de kleurenblinde samenleving, heb ik van Zini. Dat is namelijk een geweldige anekdote, en hij moet me maar verbeteren als ik het niet goed zeg. Dat Zini als student ongelooflijk zijn best moet doen om een goed baantje te vinden. Logischerwijs, want je hebt altijd mensen die kijken niet verder dan de neus lang is. En die kijken alleen naar achternaam, denken zo'n Turkse jongen moeten we niet. Zijn witte studievrienden kwamen moeiteloos aan de bak. Tot Zini solliciteerde bij iemand die wij allebei goed kennen, een Rotterdamse hoogleraar. En die interesseerde zich geen ruk voor achternamen. Die keek naar de kwaliteit van Zini's werk. Ik meen dat het een vertaalklus was. En Zini werd aangenomen. En hij vertelt dan op een gegeven moment dat hij in snikken uitbarstte toen Henry, want hij mocht hem ook meteen tutoyeren, toen hij aannam. En wat eigenlijk het beste bewijs is, dat het gebeurt helaas te weinig, maar dat is wel de wereld waar we naartoe moeten. Dat je dus niet beoordeeld wordt op die achternaam, of die nou, ja, natuurlijk wordt het op een gegeven moment een Nederlandse achternaam. Dat logisch is, dat er gaat nog wel een generatie of twee overheen, denk ik, maar dan kijken we er niet meer van op. Maar het gaat er natuurlijk om dat je een wereld bereikt waarin mensen daar niet meer naar kijken. En dat je dus inderdaad zegt, ja, wat kan deze jongen? Wat heeft hij in huis? In welke... Nou, als ik dat niet meteen zie wat hij in huis heeft, kijk ik niet goed. Hè? Laat ik me door dat accent, ik noem maar wat, of door andere vooroordelen leiden. En hoe voorkom ik dat ik dat doe?
hoe voorkom ik als ik in een sollicitatiecommissie zit of in wat voor clubje, er moet nieuw iemand bij, hoe voorkom ik dat ik alleen maar mensen uitzoek die sprekend op mezelf lijken? Nou, dat soort dingen, daar moet je het voortdurend over hebben. En dan bereik je, wat Sini zelf dus in zijn boek heel mooi beschrijft, dat je inderdaad beoordeeld op wat je doet en op je, wat je wil. En niet op je achtergrond, op je naam of wat. Nou, tot zover. Ik noem heel genoeg gekletst. Tot zover mijn reactie. Ja, nee, ik ben het helemaal eens met Elma natuurlijk. Misschien is het ook een kwestie van de termen die je gebruikt. Want Elma gebruikt de term kleurenblindheid. En haar boek Witte Onschuld... En het lijkt me alsof we elkaar veer in de race steken, maar het is echt een goed boek. Ik raad iedereen aan om dat ook te lezen. Ja. Alleen, nu wordt het misschien een beetje technisch, maar de kleurenblindheid, ja. Kijk, om het heel persoonlijk te maken. Kijk, ik zou het juist heel mooi vinden als wie dan ook naar mij kijkt of mijn achternaam ziet en niet kleurenblind is, maar beseft, hé, dat is iemand met een Turkse afkomst, misschien heeft een islamitische achtergrond, wat ik dan niet heb, maar goed. Dat hoeven niet kleurenblind te zijn, maar die kleuren die we zien, die moeten niet meer ervoor zorgen dat we die ander in een minderwaardig hokje gaan stoppen. Dat is eigenlijk meer mijn pleidooi. Dus ik ben dan eigenlijk tegen kleurenblindheid, maar wel voor kleurenneutraliteit misschien. Misschien moet ik het zo noemen. Begrijp je wat ik bedoel? En om dat te bereiken is het denken, en dan nogmaals, daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid, misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid, bij met name jonge mensen met een migratieachtergrond, als zij hun eigen Nederlanderschap niet gaan opheizen, gaat het helemaal niet komen. Maar om dat te bereiken is het denk ik heel belangrijk, niet om nog een generatie te wachten, maar dat we nu echt aan de slag gaan met dat nationalisme van mij, zeg maar. Waardoor we dus die verschillen die we hebben, omarmen als onderdeel van de Nederlandse identiteit, waar we allemaal toe behoren. Een kleurenblinde samenleving zou saai zijn, toch? Ja. Ik wil even inbreken dat de chat het even niet deed, maar nu wel weer doet. Dus ik zou graag reacties ook, ik zou graag de studenten betrekken in het gesprek. Ga los op de chat. Laat weten wat je over dit gesprek vindt. Laat me even reageren, want Elma zei dat je het, als ik het goed begrepen heb, dat het aandacht vragen voor de Gouden Eeuw, en dat het eigenlijk niet zo'n, dat het eigenlijk een eeuw is die gebouwd is op uitbuiting en uitsluiting, dat je dat geen goed idee vindt, terwijl Zini volgens mij gezegd heeft... Dat Nederlanders geen besef hebben in zijn boek 5 jaar geleden over dat die Gouden Eeuw een zwarte rand heeft. En intussen is dus maar mooi het bewustzijn in de media, bij musea, doorgedrongen dat de Gouden Eeuw een zwart randje heeft. Dat is toch winst in termen van bewustzijn. Dat is toch winst om uiteindelijk te komen naar je verhouden tot je eigen geschiedenis en mensen die zich tot die slavernijgeschiedenis voelen behoren, bij te laten trekken. Het been bij te laten trekken in deze samenleving. Graag je reactie. Heel lang verhaal, maar goed. Vraag je dat aan mij? Ik vraag het aan wie er maar op wil reageren. Ik begreep dat jij zei dat je dat geen goed idee vond, dat de kanon herijkt werd en dat de Gouden Eeuw anders moet. Het is zo grappig, iets wordt niet waar als er heel veel mensen het zeggen. Hè? Dus vanuit die identiteitspolitieke wereld wordt nu al zo'n jaar of 5, 6, misschien wel langer, ook al daarvoor begonnen dan een beetje, wordt voortdurend geroepen, Nederlanders hebben geen oog voor de zwarte kanten van hun geschiedenis. Wij zouden niets weten van het slavernijverleden, niets, nou, dat willen we ook niet weten, want wij willen ons wentelen in het idee van een zelfgenoegzame natie die het toch altijd zo geweldig heeft gedaan. Nou, het gekke is, de weinige onderzoeken die daar naar gedaan zijn, want je kunt dat wel roepen, maar ja, dat moet je ook nog een beetje aantonen, toch, dat het zo is. Weinig onderzoek dat er naar gedaan is, daaruit blijkt juist dat bovenaan de schaamtelijstjes, dus dingen waarover gebeurtenissen, bladzijden, waarover Nederlanders zich schamen,
staat het slavernijverleden en het koloniale verleden. En al jaren, hè, dat was in 2008 al zo, dat is een paar jaar, 2018 was het ook al zo. Dus ik begrijp niet zo heel goed waar die mythe vandaan komt dat Nederlanders zich niet bewust zijn geweest van, en nooit bewust zijn geweest van hun slavernijverleden. Dat ze helemaal niet weten dat die Gouden Eeuw heus niet voor iedereen een Gouden Eeuw was. Nee, hallo zeg, dat heb ik mijn hele leven geweten. Dat maar een heel klein clubje daar enorm van heeft geprofiteerd. En dat, heel veel, dat het ten koste is gegaan van heel veel leed en heel veel ellende. En dus ja, ik begrijp niet zo goed waar die mythe vandaan komt dat wij daar geen oog voor zouden hebben. Dat begrijp ik echt niet, serieus niet. En nogmaals, dan kun je wel met z'n allen roepen ervoor duren. Nou, Nederland heeft daar geen oog voor. Je kunt geen boek overslaan over identiteitspolitieke gerelateerde zaken. Of je ziet dat. Maar het is volgens mij niet waar. Maar goed. Ja. Nou, wil je nog hierop reageren? Of gaan we ja, door? Graag. Ja, ja. En dan zal ik daarna wat vragen noemen die in de chat voorkomen. Ja, ja. Ja, nee, kijk, Elma heeft het over schaamte en daar heeft ze helemaal gelijk. En ik bedoel, we leven gelukkig nog in een beschaafd land waar mensen niet, de meeste mensen gaan niet zeggen, we zijn trots op die slavernijgeschiedenis of die koloniale geschiedenis. Die zijn er wel, maar een handje vol gelukkig. Mm-hmm. Dus ja, nee, dat is een gegeven. Alleen, ik denk dat de kritiek die er is, in ieder geval een deel van de kritiek die ik dan ook had en heb, is van... Hoe gaan we om met die geschiedenis? Ook als het gaat om praten, discussiëren, misschien wel bewust worden over hoe die geschiedenis zich soms vandaag de dag kan uitwerken. Die Gouden Eeuw bijvoorbeeld, en mensen moeten ook niet vergeten, ook binnen Nederland, zeg maar, binnen het moederland, letterlijk, ik overdrijf niet, letterlijk 99% van de gewone mensen in de Republiek der Zeven Nederland, die waren echt compleet onderdrukt. Armoede, honger, ellende, totaal geen rechten. Het was echt een verschrikkelijke hel voor 99% van de mensen. En dan heb je niet alleen over slaven. Mm-hmm. En dat leren we dus niet op school. We leren wel dat er een Gouden Eeuw was en dat er zwarte randen waren. Maar ik heb mijn bewustwording kwam in Amerika. Toen ik daar ging studeren, toen kreeg ik van mijn hoogleraar, witte man, hoogleraar, een boek over wat er is gebeurd met de Indianen. Een standaard boek dat ze lezen op de middelbare school. En de titel van het boek was American Genocide, Amerikaanse genocide. Want dat is wat ze hebben gedaan met de Indianen. En als kaaskop, wow, dacht ik van, wow, in Nederland hebben we nog niet eens een echte, was lang geleden, we hebben niet eens een discussie over wat we allemaal hebben gedaan. Dus lang verhaal kort, ik ben het deels eens met Elma, maar als ik Elma goed begrijp en ze zegt, we moeten er niet meer over praten, dan zeg ik van, nee, dat moeten we wel doen. Ja, en het is toch ook goed dat het nu dat in de kanon is opgenomen. Corruptie, dat zeg ik niet. Ik zeg nee. Ik niet over moet praten. Kom maar toch. Nee. Natuurlijk moet je erover praten. Ik neem dat terug, Elma. Ik neem dat terug. Ik was je vreemd. Oké, nou, volgens mij is nu de kanon herijkt en staat dus ook in de geschiedenisboekjes onze slavernijgeschiedenis. Er staan er al 30, 40 jaar in, maar goed. Oké. Ik dacht dat er kritiek op was en dat de reden was waarom de herijking plaatsvindt. Ik zal nu wat vragen. De eerste vraag die binnenkwam is van Stefan. Die zegt, ik heb net gehoord dat het woord blank niet meer zou kunnen. Wat is daarvan de reden? Misschien moet je die context nog schetsen, Elma. Ja, nou dat is een ingewikkelde, ook weer zo ingewikkeld, dat is zo ingewikkeld bij dit onderwerp. Dat komt ook uit het Engels, dan heb je black and white. En ik denk dat eigenlijk een hele simpele reden is dat mensen dat hier nu ook vinden. En dan hebben ze een hele ingewikkelde redenering erachter, dat dan wit en zwarte, als je dat gebruikt, ben je je voortdurend bewust van je witheid. Dus dan weet je dat je een construct bent. Ik zal je er niet mee vermoeien. Het is echt heel vermoeiend. En blank, dat zou dan staan voor rein en voor onschuldig en zo. Wat echt allemaal onzin is, want dat staat in het historische woordenboek, ik geloof als betekenis 8 of zo vermeld. En het is pas sinds de jaren, nou, ik ben niet zo heel goed in jaartallen, maar het is toch maar een klein eeuwtje dat blank een woord is geworden voor mensen die eruit zien zoals ik. En dus dat
dat het te maken zou hebben, blank, met het slavernijverleden, of wat dan ook, allemaal flauwekul. Maar goed, dat wit en zwart is ook, dus komen over waar je uit Amerika, en je moet ook zeggen mensen van kleur, hè, niet, maar je moet je niet zeggen mensen van wit. Dus je bent of een mens van kleur, of een wit mens, dat is een beetje het verschil. En ja, het is een nieuw taboe. En ik doe het in mijn boek ook, hoor. Ik gebruik nog wel eens per ongeluk het B-woord. Dan ontsnapt mij het woord blank. Maar en de reden dat ik het ook in mijn boek gebruik, is dat ik ook niet wil dat het mensen ervan weerhoudt om dat boek te lezen. Als die daar heel erg over vallen, dat zou ik vervelend vinden. En tussen ons gezegd en gezwegen, zo belangrijk vind ik het nou ook weer niet of je nou wit heet. Dus als mensen dat fijn vinden om mij wit te noemen, ze gaan hun gang maar. En dan wil ik het ook best zeggen. Dus dat is een beetje zoals ik erin sta. Ja. Oké, ik ga even, want er komen nu vragen binnen. Dus ik ga even, ik reageer daar niet op. Dus hij Zini wil reageren op Elma. Een vraag aan Zini volgens mij, een vraag anoniem. Je hebt het over nationalistisch, dat je in Nederland voelt. Maar zijn we niet allemaal gewoon mensen? Ik denk dan, om jezelf Nederlands te noemen, sluit je een heleboel mensen uit. Ja, nee, ik snap die vraag wel. Want dat is inderdaad zo. Elke vorm van identiteit die je zelf aanmeet, betekent per definitie dat er een groep mensen is die daar niet bij horen. Dus als we het hebben over, inderdaad, de wereld bestaat uit natiestaten. Iets van 180 staten met grenzen, met paspoorten, visa, met politieke systemen, infrastructuur. Dat kunnen wij leuk vinden of niet leuk vinden, maar dat is wel eenmaal de realiteit. We bestaan uit 180 landen. Probeer ik dan pragmatisch te zijn, dan zou ik het al een hele grote stap vooruit vinden als wij binnen ons land in ieder geval een goede identiteitspolitiek hebben, waardoor we dus mensen niet meer op basis van hun identiteit minderwaardig gaan maken. Wil dat zeggen dat ik, betekent dit dat ik Duitsers haat omdat ik een Nederlander ben? Nee. Maar ik durf wel te beweren dat ik trotser ben op Nederland dan op Duitsland. Dan heb ik het niet over de mensen, zeg maar. Ik sluit ze dan niet uit in de zin van, ik vind dat alle mensen op de wereld mensenrechten moeten hebben. Alleen, mijn Nederlanderschap is voor mij belangrijk. Ik zie daar eigenlijk niet een... ik snap de vraag aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook een kwestie van, hoe sta je in het leven? Kijk, je kunt een trotse Nederlander zijn en vervolgens zeggen, Afrika mag stikken. Ja, dan klopt het. Dat het een negatieve nationalisme is. Maar dat is aan ieder zelf. Oké, een volgende vraag. Ik stoom even door. Een vraag van Chelsea. Welk onbewust geconditioneerd gedrag schuilt volgens jullie achter het oordelen van iemands achtergrond, huidskleur? Heeft dit te maken met gedragsregels vanuit de samenleving? Ingewikkelde vraag. Dat is een hele goede vraag. En dat is een typische vraag die meerdere antwoorden heeft. Om dat recente voorbeeld te noemen. Nou, hoe komt het dat de Belastingdienst een illegale klopjacht had geopend, jarenlang, op mensen, alleen maar op basis van een dubbele nationaliteit? Omdat men het idee had, kennelijk, mensen met een dubbele nationaliteit, allochtonen, die plegen vaker fraude. Dus we gaan alleen maar die mensen doorlichten. Wat gebeurt er vervolgens? Dan komt er in de statistieken terug dat die mensen vaker fraude plegen, en dan ga je nog een keer daarop richten. Dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy, heet dat. Dus dat is bijvoorbeeld een geconditioneerd gedrag dat leidt tot discriminatie. Maar er zijn ook heel veel andere vormen. Ik bedoel, je breekt me de bek niet open. Wat ik zoal hoor van jonge Turks en Marokkaanse Nederlanders over hun landgenoten, zoals jullie. Die heidenen, die varkens, weet je wel. Wat zit daarachter? Ja, opvoeding misschien, wat ze meekrijgen in de... thuis misschien, hoe ze kijken naar hun eigen land. Het kan van alles zijn. Maar geconditioneerd. Ja, meestal is het een vorm van uitsluiting die mensen het idee geeft dat zij meer waard zijn dan anderen, zeg maar. Elma, heb jij nog een reactie hierop?
Nou, nee, ik ben het helemaal met Sini eens. Ik vind het ook een prachtige vraag. En daar kun je heel lang over hebben. Het is echt ingewikkeld. Het zit in de mens natuurlijk ook om te onderscheiden. Om de wereld te leren kennen. Moet je onderscheid weten te maken. En voor je het weet zit je te labelen. En zit je etiketjes te plakken. En dan verbind je er van alles aan. Het is helemaal niet erg dat je ziet. Oh, die mevrouw of die meneer die heeft... zwarte kleur heeft een andere kleur huid dan ik. Maar als je daar consequenties aan verbindt, wordt het wel heel naar. Ja, het is ingewikkeld. Als ik in een donkere omgeving ben ik wel eens geweest in mijn eentje, dan val ik ook vreselijk op, weet je wel. Dat is ook heel raar. Heel raar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet prettig. Dat mensen elkaar zo bekijken. Ja, ja. Het is wel zo, er hoort wel een beetje bij de mensen aan. Ik denk dat het een combinatie is van, zo zitten wij in elkaar, zo moeten wij de wereld indelen, begrijpen en er zit heel veel gedrag bij. Ik denk dat het allebei een rol speelt. Ja. Het is een beetje hak op de tak vragen. Nee, hoe zeg je dat? Ik heb een vraag van Monique en het is een lange vraag, die ga ik even... voorlezen. Ik merk zelf, zegt zij in het oosten en noorden, dat mensen bijvoorbeeld de Zwarte Pieten discussie echt onzin vinden en gewoon vinden dat er een middenweg gevonden moet worden. Maar ik merk dat door zo'n discussie mensen juist racistisch... Wat? Ik merk dat... Ja. Hij is niet van mij, hij is van Anon. Hij is van Anon, sorry. En ik merk dat mensen juist racistischer worden door die discussie. Net als met het afschaffen van goedemorgen dames en heren in de trein. Of de genderlabels weghalen bij de HEMA. Mensen gaan hier in mijn ogen alleen maar meer tegengas geven. Ja. En meer discrimineren. Hoe bekijken jullie het? Mag ik daarop reageren? Ik ben het helemaal eens met Amo. Sterker nog, ik ben weer bijna voor Zwarte Piet. Omdat ik dat gezeik zat ben. Dat meen ik echt. Terwijl ik een van de aanjagers was. Over dat het racistisch is. Kijk. En hier heeft dus Elma dus echt een punt, hè. Ik bedoel, wat ik helaas ook zie, daar schrijf ik nu ook wel over, van in die antiracismebeweging in Nederland heb je ook heel veel schisma's. Allemaal, net de gereformeerde kerk vroeger, zeg maar. Als je niet tot aan de de leer gelooft, hoor je er niet meer bij. De grote fout die zij maken is, precies zoals Anon beschrijft. Kijk, als jij vindt dat... over Zwarte Piet een discussie moet komen, dat het uiteindelijk afgeschaft zou moeten worden, dan lijkt het me heel belangrijk dat jij goed nadenkt over hoe je mensen gaat bereiken die dat allemaal nog niet beseffen of die geschiedenis nog niet kennen. Bijvoorbeeld mensen in al die provincie die nog nooit van die discussie gehoord hebben. Hoe ga je hen bereiken? Ga je hen bereiken door met militaire uniformen aan, agressief naar de intocht te gaan en kinderen de schrikken op het lijf te jagen? Dat lijkt me niet. Maar als ik dat zeg, ben ik een verrader. Ik sta aan de kant, ik zeg van, de demonstratie is een instrument. En je moet goed nadenken over welk instrument je inzet om je doel te bereiken. En ik heb het gezien hoor, ik vind het echt schokkend. Ik zal een voorbeeld geven, dat was een jaar of twee geleden. Ja, ergens in, waar was die, Meppel of zo, de intocht toen? En op Facebook had zo'n antiracismeactivist, zo'n jonge vent, had een post met een video. Geen ruimte voor racisten, zei hij. En was een video van hemzelf. Met een spandoek tegen Zwarte Piet. En tegenover hem stond letterlijk een heel oud vrouwtje achter een rollator. Die het niet met hem eens was. En hij zei, ik gaf geen ruimte aan racisten. Een vrouwtje van 90 op een rollator. Nee, sorry, ik kan hier echt over doordraan. Ik ben er zo in geweest met aan. Ik zie het ook niet goed aflopen op deze manier. Er komt een vraag. Anoniem, kan sociale media is een grote veroorzaker van dit denken. Kan die... diezelfde sociale media daar ook een oplossing in bieden? Ofwel, wie zou de waakhondfunctie moeten krijgen om dit soort giftige kantjes van identiteitspolitiek te tackelen? Elma. Ja, mag ik nog even ingaan op wat Sini zei? Want dat is wel echt een ook van mijn stokpaardjes. Het is een giftige manier van denken, hè, die identiteitspolitiek. Dus het wekt ook alleen maar gif op. Krijg jij te horen dat je een vuile racist bent, omdat je nog nooit op dagen dacht over Zwarte Piet? Ja, wat doe je dan? Zeg je, goh, ja zeg. Nee, ja, ik ben een vuile racist. Nee, natuurlijk niet. Je zet je hak in het zand. Want dat is in deze tijd de ergste beschuldiging die er is.
En waar we natuurlijk naartoe zouden moeten, is dat die de antiracist, de anti-Zwarte Pietenbeweging, dat die moet erkennen, ja, mensen bedoelen het eigenlijk niet zo, maar ze hebben het niet zo in de gaten dat het toch kwetsend kan zijn. En mensen aan de andere kant van die soort pro-Zwarte Pietenbeweging, die zouden moeten bedenken, oké, ik bedoel het niet zo, maar het kan toch ontzettend naar uitpakken. Laat ik dat nou eens erkennen. Dat iets wat ik niet zo heb bedoeld, dat dat toch heel erg kwetsend kan zijn. Nou, kijk, dan kom je ergens uit. Dan kom je uit bij een godsvrede, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan besluit je, oké, we zijn het niet 100% met elkaar eens, maar we moeten samen verder. En we gaan nu, we leven door. En die Zwarte Piet gaan we heel stilletjes een beetje zo uit de samenleving verwijderen. En we gaan niet de hak in het zand zetten. Kom op jongens, we gaan hier over een kindervriend. Hè? Niet over, het is een bedachte traditie. Hè? Even zoals dat heet. Dus een traditie die niet diep in de mensheid zit. Maar bedacht is anderhalve eeuw geleden. Dus die kunnen we ook weer afschaffen. Hè? Dat wou ik even zeggen op wat Zine zei. Want dat heeft echt een effect hoor. Dat je zet de hak in het zand en je bereikt alleen maar de meer polarisatie mee. En je bereikt ermee dat er ook enorme rechtse identiteitspolitiek bestaat natuurlijk. Hè? Dat de Thierry Baudets en de Geert Wilders ook de hak in het zand zetten. En het is echt grote ellende. Het is echt een gifffabriek en het polariseert. En daarom ben ik er ook zo een boekje over geschreven. Want ik denk, ja, dat moeten we toch niet toejuichen. En dan mag jij lekker die vraag over de social media beantwoorden, Zini. Daar heb ik overheen gepraat. Ja, want de vraag is inderdaad, wie moet de handschoen oppakken om de strijdbijl te effenen, zeg maar. Om te zorgen dat we verder komen. Want op zich hoort strijd natuurlijk bij een volgend stadium. Ja, weet je, ik weet niet of social media daar dan een belangrijke rol in heeft of niet. Dat betwijfel ik. Maar wat wij nu aan het doen zijn, ik vind het echt heel waardevol en nuttig. Zelfs in deze crisis, dat we hier echt gewoon op de inhoud met elkaar discussiëren over dit soort dingen. Mm-hmm. Ik denk dat als dit zou gebeuren, ja, we kunnen nog langer over doorgaan. Ik ben het echt eens met Elma van, ik krijg ook steeds meer het idee dat die slechte identiteitspolitici, dus de anti-Piet-activisten aan de andere kant, ze hebben er volgens mij ook geen belang meer bij een oplossing. Want dan hebben ze geen verdienmodel meer. Dan hebben ze geen niks om aandacht mee te krijgen. Ik zou willen zeggen, laten we proberen de stille meerderheid, zoals al die geweldige studenten hier, de gewone burgers, die eigenlijk helemaal geen zin hebben in dat gezeik, om die vast te houden. Hoe precies, weet ik ook niet. Mm-hmm. Maar ik geloof heel erg in het debat, in het open debat op de inhoud. En ook al ben je het keihard oneens met elkaar daarna een biertje kunnen drinken, en niet elkaar fout verklaren. Daar geloof ik in. En hoe het dan, de oplossing heb ik nog niet voorhanden, maar debat is belangrijk daarin. Ja. Ik heb een vraag van Daan. Bij de minor hier op school wordt geleerd, nationalisme is het eigen land nationalisme is dat het eigen land beter is dan alle andere landen van de wereld. Bij patriotisme bijvoorbeeld ben je alleen trots op je eigen land. Misschien past patriotisme in dit geval beter bij jouw visie, en dat is dan een vraag aan Zini. Ja. Nee, ik denk dat Daan echt wel een goed punt heeft hoor. Deze kritiek heb ik vaak gekregen en ik begrijp dat ook heel erg. Maar toch wil ik koppig vasthouden aan de term nationalisme. Want ja, in Europa heeft het natuurlijk een besmette geschiedenis vanwege de Tweede Wereldoorlog. Maar nationalisme heeft ook een andere betekenis gehad in de geschiedenis. Een betekenis voor onafhankelijkheid, strijd, voor vrijheid. Toen Toussaint Louverture, dat was een slaaf op Haiti. Dat was vroeger een kolonie van Frankrijk. Toussaint Louverture, die leidde een slavenopstand in Haiti. Begin 19e eeuw, in de tijd van Napoleon. Hij zei, dit doe ik omdat ik een Franse nationalist ben. Ik wil ook liberté, égalité, fraternité. Voor het Franse nationalisme kom ik in opstand tegen Frankrijk, die mij slaaf maakt. En ik heb heel veel voorbeelden uit de geschiedenis over nationalisme op die manier. Dus ik probeer nationalisme, die term probeer ik ook te redden van de Europese geschiedenis. Dus daarom hou ik er kop aan vast. Mm-hmm. Ik heb een vraag van Stefan. Is er überhaupt een strijd, of is er überhaupt sprake van een strijd, of is het een tekort aan empathisch vermogen? Ik neem aan dat Stefan bedoelt, waar we het net over hadden, die cultuurstrijd, zal ik maar zeggen.
de HEMA en de Zwarte Piet en dat soort dingen. En de NS met... daar ga ik maar even vanuit, want we kunnen het niet horen wat Stefan precies bedoelt. Ja, natuurlijk, maar het gaat om empathisch vermogen. Het gaat erom dat je niet in staat bent om je in te leven in iemand anders. En niet in staat bent om het perspectief van een ander te zien. En dat is natuurlijk wel, dat is ongeveer de basis van onze samenleving. Naast vertrouwen, onderling vertrouwen, is dat klinkt allemaal enorm als de domineesdochter die ik ook inderdaad ben. Maar het gaat om vertrouwen, maar het gaat natuurlijk ook om dat empathisch vermogen. Dat ik in staat ben om ook anders te kijken naar, ook anders te kijken naar mezelf dan vanuit mezelf. Maar ook vanuit een ander perspectief en niet alleen maar vanuit... de hoogopgeleide, witte, bevoorrechte, hetero, vrouw, die ik absoluut ben. Blank, ik moet blank zeggen. Blank, blanke, de witte, hetero. Cisgender moet je zeggen, niet hetero. Cisgender. En heb je een voorstel hoe we die empathie kunnen verhogen? Helpt bijvoorbeeld een ritueel als wat ze in Amerika, niet per se omdat Amerika in alles beter is, maar omdat Amerika bijvoorbeeld een heel goed... ritueel heeft voor mensen die het Nederlanderschap krijgen. Wij Nederlanders hebben dat echt helemaal niet. Dat is er eentje. Dat hebben we natuurlijk al. Hè? Er is nu al veel meer, wordt veel meer feestelijkheid georganiseerd rondom met het feit als je een paspoort krijgt. Dat was vroeger niet zo. Dan ging je gewoon naar het gemeentehuis en je kreeg een paspoort. En tegenwoordig krijg je gewoon een praatje van de burgemeester en je krijgt een gezellige strik in je haar of wat dan ook. Maar er is iets feestelijks tegenwoordig. Mm-hmm. En dat vind ik echt een hele ontroerende poging om toch een soort trots ook op je eigen, wat je bereikt. Dat je hebt dat toch allemaal doorstaan. Zo'n toedanse, of hoe heet dat, inburgeringsexamen. Maar ook dat het inderdaad iets om blij mee te zijn met zo'n paspoort. Ik ben ook ontzettend blij met mijn paspoort. Mm-hmm. Maar in mij schrikt bij Zini toch het woord nationalistisch me af. Voor Zini, je moet nog wat meer je best doen om die nare connotatie eraf te halen. Je moet de strijd aangaan. Ja, je moet echt heel goed je best doen. Een andere vraag is bijvoorbeeld, zou het afschaffen van artikel 23 van de grondwet, dus recht op bijzonder onderwijs, zou dat helpen om mensen een beter begrip, dus een grotere empathie voor elkaar te laten krijgen en daarmee uiteindelijk allemaal het Nederlanderschap of het mens zijn te omarmen? Ja, dit raakt wel echt een belangrijk punt, vind ik, in Nederland. Iets waar we echt heel erg achterin lopen. Wisten jullie dat vandaag de dag in Amerika minder dan 50% van de Amerikaanse kinderen met een kleurtje op een zwarte school zit, wat wij een zwarte school noemen. En in Nederland is dat 80%. Dus met andere woorden, wij in Nederland, onze basisscholen zijn gesegregeerder nu dan de Amerikaanse basisscholen. We leven echt langs elkaar heen. In ieder geval op basis van etnische afkomst, maar ook misschien op basis van religie. Dat heeft ook een beetje te maken met de Nederlandse geschiedenis, lange geschiedenis van hokjesdenken. Dat komt uit in de verzuiling. Daar hebben jullie vast wel over gehad. Geschiedenisles. Alleen ik denk in 2020 is het echt niet meer werkbaar en houdbaar en goed om zo'n gesegregeerde samenleving te hebben. In ieder geval op de basisschool. Dat is echt heel erg, want onbekend maakt onbemind. Dus als jij niet omgaat met kinderen met een ander kleurtje of met een andere geloof of met... Als we hem niet meer gaan vermengen, gaan we nog deze discussie nog langer voeren, ben ik bang. De vraag is, artikel 23 afschaffen, zou dat helpen? Mm-hmm. Ik denk het wel. Misschien kunnen we het ook op een andere manier doen. Bijvoorbeeld ophouden met postcodewetten. Er zijn lokaal heel veel postcodewetten in Nederland. In Rotterdam bijvoorbeeld. Ik had een vriendinnetje vroeger. Er zat een zoontje, een zwart jochie uit de vorige relatie. Die moest naar de basisschool. En zij woonde net in, in dat deel van Rotterdam dat een zwarte wijk is. Echt een paar honderd meter ten westen van Kralingen. Zij wilde haar kindje op een rijke witte school zetten in Kralingen. Maar het mocht niet. Postcodewetten. Je mag niet je kind in een andere postcode zomaar op school zetten. Nou, dat vind ik een subtiele vorm van apartheid, hoor. Ik schrok ervan toen. Toen heb ik me erin verdiept. Dus misschien moeten we ook meer kijken naar dit soort mechanismes dan meteen een grondwetartikel willen afschaffen. Dat gaat ook heel lang duren namelijk.
Ja, dat, nou, het vrees is, onze tijd is alweer vol. Oh, dat is jammer. Ja, het gaat ernstig snel. Dus ik zou jullie willen vragen, heb je nog, met welk inzicht hoop je dat studenten dit webinar verlaten? En dan moet je daar kort en krachtig op reageren. Als ik mag, ja, toch dat ze oefeningen doen in empathie. En volgens mij is dat toch wat we moeten doen. Elkaars perspectief proberen te begrijpen. En dan van alle kanten. Hè? Dus van de witte man en van de vrouw van kleur en van de LHGBT'er en noem maar op. Al die perspectief. Probeer het gewoon te snappen. Dat je anders in de wereld staat. En tweede stap, probeer het dan achter je te laten. En zie gewoon het individu. En de mens die iets zegt of iets doet en ergens naartoe wil. En hou iemand niet vast in die identiteiten. Ja, helemaal eens met Elma. En ik heb er nog een kleine toevoeging aan. Het enige advies wat ik kan geven aan jonge mensen is, blijf altijd kritisch. Op alles en iedereen. Ook op ons en ook op jezelf. En dat is denk ik de beste manier om vooruit te komen. Ik zie nog een poll met een vraag. Is de hogeschool kleurenblind nu? Hele mooie vraag. Ja. Ik zie kleurrijk kleurenblind. Ik zie dat. Niet iedereen reageert volgens mij. Er zijn er 7 die ja zeggen en er zijn er 4 die nee zeggen. Dus er is nog werk aan de winkel, zullen we maar zeggen. Ik wil, ja, het is veel te kort, het is ernstig, maar dank voor jullie verhalen, dank voor jullie inzichten. Het voornemen is om dit onderwerp te herhalen, hopelijk in fysieke vorm. Dus dan gaan we hierop voort. Dank jullie wel.